please. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, commissaris. Ik ben heel blij dat het thema hier vandaag besproken wordt in de plenaire in Straatsburg. Ik vind het alleen afschuwelijk jammer dat de Raad hier vandaag niet op aanwezig is. We moeten namelijk de situatie van de mensen ter plaatse bekijken. Collega's, 23.000 niet begeleide kinderen zijn er aanwezig in de kampen in Italië en Griekenland. In mensonwaardige omstandigheden. Ik heb kampen bezocht, geen water, geen toegang tot gezondheidszorg, geen school. Deze kinderen zijn slachtoffers, commissaris, geen dader. Europol heeft vorig jaar gezegd dat we 10.000 kinderen vermisten geraken in Europa wanneer ze over de grens komen. Waar zitten ze? In de prostitutie? Gedood voor hun organen? In een ander land? Collega's, ik wil hier vandaag één pleidooi doen. Elke lidstaat moet zijn verplichting nemen. Laten we prioriteit geven aan de niet begeleide minderjarige kinderen. Zij verdienen onze bescherming. Dat is Europa. Ik dank u.